Ik heb deze keer twee paddenstoelen gehaakt, een grote en een kleine. Ik heb ze gehaakt van vaste. De plaatjes onder de hoed, dat zijn reliëfstokjes. Hij is gehaakt van de Cotton Mix 80. En ik ga jullie nu laten zien hoe dat ik de stippen op de hoedheg heb gemaakt en heb vastgezet. In dit voorbeeld ga ik jullie laten zien hoe ik de stippen op de hoed van de paddenstoel heb gemaakt. We gaan beginnen met een lus, een haaknaald. Dan haken we drie lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we 4 stokjes haken en die steken we eigenlijk in de eerste lossen die we gehaakt hebben. 1 stokje, de tweede weer in dezelfde opening. 2, 3. En de laatste. 4. Halen we onze haaknaald uit de lus, knippen hem af en nu gaan we insteken in de eerste, 1, 2, 3, 4, eigenlijk in de bovenste lossen van de eerste 3. Steken we in en dan pakken we de lus weer op van het laatste stokje, dan trekken we hem door de opening en dan trekken we hem aan. En dan maken we nog 1 losse. En dan trek je de draad helemaal door je lus heen. En dan kun je hem aantrekken. En dan heb je een nop. Ik heb nu de nop. Ik ga jullie nu laten zien hoe dat je hem op de hoed van de paddenstoel zet. Ik heb hier even een proeflapje voor gemaakt. Je hebt twee uiteindes laat je eigenlijk aan je nop zitten. En die gaan we met een naald door het lapje heen. Aan de andere kant. En die zetten we niet in hetzelfde gaatje, maar die doen we eigenlijk 1 steekje doen we hem ertussen, dat hij goed blijft zitten. Dan draai je het lapje om. En dan gaat er eigenlijk gewoon een knoopje in. Een dubbel knoopje. Knippen we hem af. Instoppen hoeft eigenlijk niet, want het valt toch aan de binnenkant van de hoed. Dus je ziet er helemaal niks meer van. Dus zo komt hij eruit te zien. Het patroon van de twee paddenstoelen kun je bij ons op de website vinden.